Hoe gaan we in de toekomst betalen voor ons afval? In het Trefpunt in Beijum gaat 100% Groningen vanavond met bewoners in gesprek over de invoering van DIFTAR. DIFTAR is het per kilo of per zak betalen voor afval in de gemeente Groningen. De gemeenteraad besluit eind deze maand over de mogelijke invoering van DIFTAR. De stem van raadslid Mariet Wolthuis kan bij de besluitvorming over dit onderwerp de doorslag geven. Wolthuis wil een zorgvuldig besluit nemen en vindt het daarom belangrijk om met de bewoners in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van DIFTAR. Juist dit onderwerp kun je heel goed doen met bewoners. Zij zijn de experts op dit gebied. En in Beijum, juist in Beijum zijn er heel veel zorgen over afvaldumping, omdat grof vuil bijvoorbeeld ook al afgeschaft is, het gratis ophalen daarvan. Dus het is eigenlijk een vernieuwende vorm van democratie om samen met de bewoners een standpunt te gaan in te bepalen. Het draait allemaal om afvalscheiding. We betalen nu met z'n allen een vast bedrag. En de bedoeling is om straks per kilo afval te gaan betalen. Nou, dat heeft één grote voordeel. Het idee is omdat je dan een financiële prikkel hebt om je afval beter te gaan scheiden. Zo kan het met de scheiding van papierafval nog wel wat beter. 14 kilo per persoon per jaar wat bij het gewone afval terechtkomt. Nou, reken, als je dat tussen keer 200.000 doet, is dat heel veel papier wat eigenlijk gerecycled kan worden, wat dus niet gebeurt. Wolthuis ziet DIFTAR als een stimulans voor duurzaamheid. Als je echt duurzaam bezig bent, dan word je gewoon beloond. En dat is wat andere redenatie dan de vervuiler betaalt. Daar ben ik niet zo van. Dus we moeten gewoon gaan kijken, we moeten vanavond maar gewoon gaan kijken met z'n allen van wat is nou het beste. Ik heb nog geen standpunt erover ingenomen. Want als volksvertegenwoordiger zeg ik van mijn sociale hart van we moeten solidair met elkaar zijn. Als raadslid zeg ik ja, het milieu is ook dusdanig belangrijk. En we moeten met elkaar wel ervoor zorgen dat afval beter gescheiden wordt. En nou, daaruit blijkt dat DIFTAR wel het systeem is, dus die financiële prikkel om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Nou, met die twee petten op zit ik gewoon hier ook in de raad. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. Het gesprek over DIFTAR wordt om 7:30 gehouden in het Trefpunt in Beijum. Iedereen is welkom.